We gaan vandaag een aantal ondernemers in Den Helder in het zonnetje zetten. Het zijn ondernemers die genomineerd zijn door onze inwoners en uiteindelijk ook gekozen zijn door onze inwoners. Dus en daar gaan we langs. Niet alleen ik, maar ook mijn collega Michiel Wouters. En op deze manier kunnen we in ieder geval een aantal ondernemers die door het publiek uiteindelijk van de stemmen voorzien zijn, in het zonnetje zetten. Taart en een verrassingspakket voor 6 ondernemers uit Den Helder. Inwoners konden stemmen op participatieplatform In Gesprek. En op de dag van de ondernemer, 19 november, gingen wethouders Kees Visser en Michiel Wouters langs bij de winnaars. En ze zorgen voor reuring en uiteindelijk ook voor die bedrijvigheid en de economische ontwikkeling. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij op deze manier alle ondernemers, dus niet alleen deze 6, maar alle ondernemers in Den Helder, een hart onder de riem kunnen steken. Ondernemers zijn een belangrijke factor. Die dragen natuurlijk ook de stad naast de hele grote werkgevers hier. Maar uiteindelijk juist in deze sfeer van de MKB en, is het van belang dat een stad ook voldoende actieve ondernemers heeft. Van de ruim 20 genomineerden kwamen Marco en Ilse van koffiezaak Bomdia als nummer 1 uit de bus. Een beloning voor hard werken. Het is gewoon heel leuk als je genomineerd wordt. En het grappige is dat we geattendeerd werden door een klant van ons. Want ik had het wel voorbij zien komen, maar het was niet dat ik dacht van ja, weet je, het zijn allemaal grote bedrijven die waarschijnlijk meedoen, dus wij komen er toch niet voor in aanmerking. Ja, zeker. Ja, daar zijn we ook heel erg blij mee. We horen heel vaak leuke reacties. Ja, je hebt natuurlijk gerust ook wel eens wat minder. Maar ja, heel blij met onze klanten, vaste klanten heel veel. De gemeente Den Helder ziet in dat het voor sommige ondernemers lastig is tijdens corona en hoopt ze met deze actie een steuntje in de rug te geven. Dat is voor de draagvlak natuurlijk heel belangrijk. Ja. En het is sowieso moeilijk op dit moment als ondernemer. En dat begrijpen we heel goed. Nou ja, kijk, het is, nu hebben wij hem gewonnen en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar goed, ook voor de andere ondernemers die ook opgegeven zijn, die werken er ook keihard voor. Wij zijn in ieder geval ontzettend druk bezig in Den Helder om de ondernemer nog meer te kunnen ondersteunen. We zijn samen met de ondernemersverenigingen aan het kijken om één ondernemersvereniging te krijgen. We zijn druk bezig met de opzet in een nieuwe trant van een ondernemersloket. Dus we proberen eigenlijk ook een MKB-vriendelijke gemeente te worden. En eigenlijk als opmaat naar ook een andere wedstrijd. En dat is de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Om dat doel uiteindelijk ook op termijn na te kunnen streven.